In de oefening uit vraag 1.6 gaan we de afbeelding van de boot verbeteren. Dus we gaan hem proberen te verscherpen en we gaan ook al een effect toepassen. Dus ik ga eerst de afbeelding boot openen. Dat heb ik in dit geval al gedaan, maar je kan zien dat die afbeelding nog niet bewerkt was. Hier, boot. Wat is de eerste vraag? Verscherp of verbeter de scherpte van de foto via effecten foto verscherpen. Dat is een tip. Vaak als je met een digitaal fototoestel een foto maakt, kan je echt via deze optie, effecten, foto en verscherpen, die foto veel duidelijker of haarscherper maken. Dus effecten, foto, verscherpen. Je gaat zien, standaard stelt hij een scherpte van 2 voor. Je zag misschien al op de achtergrond dat hij al probeerde die foto te verscherpen. Ik zal nog eens een keer op annuleren drukken en ik hoop dat jullie het effect zien op YouTube. Dus je ziet, hier is hij een beetje wazig. Dat ga je zien ook als je gaat inzoomen. Als je inzoomt is hij relatief wazig, zeker tegen 200%. Ik druk effecten, foto en verscherpen. Nu, ik ga meestal niet verder dan een verscherping van 2. Hoe groter dat je dit maakt, hoe geblokter je afbeelding zal worden. Want hij gaat wat zwarte haarlijnen toevoegen. Dus ik ga de hoeveelheid op 2 laten staan. Dat is meestal de standaard scherpte die we dat bekiezen. Ik druk op OK en gaat dat eventjes doorvoeren en je afbeelding is verscherpt. Een volgende opgave was hier. Draai de foto in zijn geheel 1 graden tegenwijzers in. Ook dat gaan we een keertje doen. Dat doe je via de laag te gaan draaien of zoomen. Je kan de hele laag heel eenvoudig gaan draaien. Je ziet dat hier via dat kompas. Dus je kan dat gebruiken om tegenwijzers in of met de wijzers in je afbeelding te gaan draaien. Onze bedoeling was tegenwijzers in 1 graad te draaien, dus we kunnen daar 1 in geven. We klikken op draaihoek eventjes en je ziet de afbeelding is eigenlijk 1 graad tegenwijzers in gekanteld. Ik druk op OK en ook dat wordt doorgevoerd. Nu, wat zien we hier? Die randen hier, dat komt er natuurlijk van als we een afbeelding draaien. We zien de transparantie er onderuit komen, omdat we de foto gedraaid hebben natuurlijk. Dus in mijn vragen vraag ik natuurlijk ook voor dat weg te werken. Je merkt dat de foto een beetje gekanteld is, waardoor de blanco achtergrond zichtbaar wordt. Of de transparante in ons geval. Dus we gaan de foto een beetje bijsnijden. Ook dat kunnen we nu snel de rechthoek selecteren. Ik doe dat van linksboven tot rechtsonder. Ik kijk dat we zeker niet tegenover het transparante gedeelte zitten. Ik druk op bijsnijden. We gaan eens eventjes kijken of alles correct verlopen is. Hier zie ik nog dat de kant linksonder niet goed uitgesneden is. Dus wat doe ik? Ik ga rechtsboven beginnen te selecteren tot linksonder. Je merkt dat ik met de muis buiten de tekening kan gaan. Dat is geen enkel probleem hier voor Paint.net. Ik ga tot echt op het randje en ik druk bijsnijden en mijn afbeelding is volledig bijgesneden. Er was ook nog de vraag om eens een effect toe te passen. Welk effect gaan we kiezen? We maken van de foto een inkttekening. Dat doe je via effecten, artistiek en inkttekening. Ook dat ga ik laten zien. Effecten, artistiek, inkttekening. Je gaat al zien in het voorbeeld dat hij er probeert een inkttekening van te maken. Nu, de standaardwaarden staan op 50 bij de intensiteit en ook 50 bij de kleuren. Dat is een beetje overdreven in dit geval. Ik ga eens eventjes kijken. In de cursus hebben we het over een intensiteit van 30 en een kleur van 80. We gaan eens even kijken. De intensiteit inderdaad een beetje verminderen. Hoe minder dat je dat doet, hoe minder potloodlijnen dat je zal tegenkomen. Dus als je dat heel weinig zet, is dat eigenlijk een minimum aan lijntjes. Hoe hoger, hoe meer potloodlijnen dat hij gaat gebruiken. Dus ik ga dat eens zelfs nog een beetje extreem verkleinen, tot 20. En de kleuren kan je aanpassen. Nu zijn de kleuren binnen een beetje flats, een beetje afgezwakt. Hoe hoger dat je dit zet, hoe feller dat de originele kleur zal doorkomen. Dus je ziet hoe minder dat ik dat maak, hoe effen dat je, meer effen dat je afbeelding wordt. Dus ik ga die wat verhogen. Dat geeft het mooiste effect op 80. 80-20 is een mooie verhouding. Dus je ziet eigenlijk van een redelijk gewone foto maken we toch een mooie pentekening of inkttekening. Druk op OK. Hij zal dat gaan toepassen. En ook deze moet ik bewaren. Eventjes kijken. Bewaar de afbeelding in een JPEG-formaat. Dus dat zal ik doen. Bestand opslaan. In de map oplossing. En ik noem mijn boot JPEG. Ik kies opslaan. Standaard kwaliteit was 95. Ik druk op OK. En mijn afbeelding is bewaard.